En goedemorgen. Goedemorgen. Dit is de laatste ochtend in Montenegro. En we wilden heel graag even afsluiten met de kaart. Daarom pakken we die er direct even bij. Dan kunnen we onze laatste route van Montenegro ook nog even intekenen. Want nadat we bij de baai van Kotor waren, hebben we de kaart niet meer echt tevoorschijn gehaald. We waren voor het laatst bij Tivat en zijn we naar Parast geweest. Waarna we het binnenland ingereden zijn naar het Ostrogklooster. Hier vlak onder Nitsitz. Daarna zijn we helemaal omhoog gereden naar het Nationaal Park Durmitor. Waar we de weg P14 hebben gereden. Die loopt hier tussendoor. En hier waren die bergen. Nou, de volgende dag hadden we in Zabjak ook nog een wandeling langs de meren gedaan. Ook in het Nationaal Park. En zijn we vervolgens doorgereden om de Tara Canyon te bezoeken. Dat was hier bij de Tara Brug. En daar hebben we ook geraft. En toen zijn we verder gereden naar het oosten. Naar Mojkovac. Hier hebben we geslapen. En hieronder is het Nationale Park waar we eergisteren waren. Hebben we ook gewandeld naar de bergtop. En zijn we verder naar het oosten gereden. Waar wij gisteren waren. In Rosaje. En nu zijn we hier ergens vlak voor de grens. En gaan we zometeen Kosovo inrijden. Vanaf hier rijden we dus Kosovo in. Het is nog een half uurtje naar de grens rijden ongeveer. Gaan we eens even kijken hoe dat is. En dan zoeken we eerst het dorpje op, een stadje. En dan gaan we even simkaartje regelen. Even internet proberen te regelen. En ergens een lekker brood halen. Brood, bakker, inderdaad. We zijn er inmiddels ook echt wel achter dat dat Haila is. Die bergen zie je nu supergoed. En die zijn behoorlijk besneeuwd. En dat is dus een van de hoogste bergtoppen van het Nationale Park waar we heen gaan. Daar gaan we nog wel meer van zien. Maar die bergtop beklimmen wordt er niet. Maar via de andere kant de Kosovo rijden we dus dat Nationaal Park in. En dan gaan we die bergen waarschijnlijk ook even van de andere kant zien. Supermooi uitzicht. Hele mooie plek ook. En als je op zulke plekken staat, die privé zijn eigenlijk. Want dit is gewoon van zo'n mountain lodge. Moet je dat altijd even vragen. Vinden wij tenminste, want het is gewoon privégrond. En ze vinden het nooit erg dat je hier staat. Maar vraag het altijd even. Gaan we nu onderweg. Eerste stop in Kosovo als we over de grens zijn. Is een waterpunt die we daar onderweg tegenkomen. Ja, als het goed is echt een kraantje. Als het goed is wel. Gaan we rijden op naar een nieuw land. Ja. En dit was al de grensovergang, hè? Veel eerder dan dat wij op de grens zagen staan. Ja. En dit is volgens mij ook weer zo dat hier de grens van Montenegro is. Je zit in een beetje in een grijs gebied nu en dan komen we straks de grens van Kosovo over. Nog een controle dan, denk je? Ja, voor Kosovo. Oh. Want hier controleerde je al onze ideeën en alles. Aardige man, wou even de bus kijken. Vond hem mooi. Hij vond hem mooi. Het hor voor de vliegen vond hij mooi. Een hijkstok had hij het over. Nee, prima overgaan. Ja. Maar ik denk dat we nu zitten we echt nog wel 10 kilometer tot de grens van Kosovo. Dus dit zijn gewoon nog Montenegrijnen? Ja, zeker. En daar komen we pas echt in Kosovo. We zijn nu nog in Montenegro. Dus ja. 10 kilometer zijn we pas bij de grens. Ik denk dat daar dan de grens van Kosovo de douane zit. Ja. Nou, dit ging dus wel best soepel. Ja. Aardig mensen. Ja. Sneeuw. O, jeetje. Ja. Ja. Hij zit er niet eens onder. Hij snapt het niet. Is de Kosovaarse zwerfhond alweer? Ja, heel vaak bij de grensovergangen. Ja. Hele lieve. Zat helemaal om me heen te drentelen. Ligt nog meer, jongen. Ja, een klein handje. Nu stonden we bij de grens en vertelde die man dat wij ook een andere verzekering moesten. Maar onze verzekering hadden we vooraf uitgezocht. Die vertelde wel dat wij verzekerd zijn. En op onze groene kaart staat ook wel Servië. Alleen, dat is misschien weer het verschil. Kosovo is niet Servië. Nee. Dus hier is onze verzekering niet geldig. Moesten we nieuw afsluiten. Of in ieder geval voor 15 dagen was het 15 euro bij de grens. Dat is gelukkig dus echt niet duur. Nee, dat valt heel erg mee. Het is niet erg, maar we zijn binnen. Viel mee ook weer. Ja, qua controle wel, hè. Ja. Voor de deur open, maar voor de rest ook niet. Nee. Dus dat is prima. Was ook weer pas 10 kilometer over de grens dat er weer zo'n controle is. Dus dat is echt een beetje... 20 kilometer lang was een soort van grijs. Ja, niemands land, zeg maar. Ja. Dus prima. Ja. Gaan we rijden.
We hebben een parkeerplekje gevonden in de stad. Wat een drukke stad, joh. Groot. Echt groot. Lange, drukke straat. Heel veel mensen. Dus we hebben wel een prima parkeerplekje. 50 cent per uur. Ja. Staat wel bewaakt. Ja, prima in de drukte. Dus we gaan vanaf hier even wandelen. Even telefoonwinkels langs. Er zijn er niet heel veel. Dus we gaan eens even kijken wat de keuze is voor simkaartjes. Ja, we mogen wel andere kleding aantrekken, want het is hier best warm. Ja, iedereen loopt er hier ook best zomers bij. Ja. Dus, we zijn gewoon weer ook op zeeniveau, denk ik, toch? Nou, dat nog lang niet. Maar we waren tijdens de route op 1780 meter hoogte op het hoogst. Ja. Toen zijn we die hele berg weer afgereden. Dus al een stuk naar beneden. Maar, ja. Veel zwerfhondjes hier. Dat zien we wel heel druk. De parkeerplaats is echt helemaal vol. Ja. Maar het is buiten behoorlijke drukte. Dus we pakken de GoPro en dan gaan we even door de stad wandelen. Ja. Deze stad heet Peën. En het is best wel een grote stad voor mijn gevoel. Heel veel winkels, drukte in het centrum. Ja. Dus we lopen even buiten het centrum, want we hebben twee telefoonwinkels waar we heen willen. Maar volgens mij zijn er ook maar twee providers. Ja, maar in deze stad maar één provider qua winkel. Oké, okay, nou, dan hebben we eigenlijk al geen keuze. Dus. Nee. Dus kijken wat ze te bieden hebben. Maar je oude simkaart is ook nog geldig geschijnt. Ja. Precies, mijn data doet het hier ook gewoon van Montenegro. Het is natuurlijk super gunstig, want dat was, weet ik veel, 500 gig of zo wat we daarop hadden staan. Dus als die het nog een paar dagen doet, zou top zijn. Scheelt een hoop, ja. Ja. Heerlijk, wat een lunch. Ik kwam al heel lang zo'n lekkere grillrestaurantje bezoeken, maar ja. Wat een lekkere maaltijd. Savappies en bieflapjes, ja. Met brood, salades, alles erbij. Beetje scheurbrood, hè, is het idee. Ja, super lekker. En het was 7,40. Ja. Echt geen geld voor zo'n uitgebreide lunch. Mongel. Ja, heerlijk. Super goede tent. We gaan nu eens even aan de overkant van de rivier lopen en dan lopen we gewoon via de andere kant terug, want dan moeten we toch maar naar één telefoonwinkel. Ja. En hopelijk dat heeft die wat, want er is dan ook niet meer volgens mij. Maar zij zei van deze winkel dat je daar simkaartjes kon kopen. Volgens mij wel, ja. Dus ja. Moet het goed vast goed komen. Zo, ook geregeld. We waren bij twee telefoonwinkels geweest. Die eerste, dat is Ipco, die heeft, dat was best wel duur. Echt wel? We zijn nog niet gewend. Nou, duur, je mag ook helemaal niet klagen, maar het was €35 voor 20 gig. En dat hadden we gewoon goedkoper verwacht. Ja. Dus we hadden nog Fala gevonden en die hebben we uiteindelijk gekocht. Dat was voor €7 voor een simkaartje. Ja, dan had je 4 gig. Ja, er zat al 4 gig bij. En dan nog €7,50 voor 20 gig. Dus we hebben 24 gig voor €14,50. Ja, dus de helft van wat er bij die IPCO was. Ja, meer dan de helft. Het activeren was wel, moest zij wel echt regelen. Dus blij dat we dat in een winkeltje konden doen. Ja. Maar het was geregeld in ieder geval. En we hebben een soort van geluk dat jouw oude simkaart dus nog 4-5 dagen doet. Ja, dat is ook wel verbaasd over. Dus dan redden we het wel met 24 gig de rest. Hopelijk wel, ja. Ja, we komen ook nog wel weer langs de hoofdstad. Als wat nodig is, dan kunnen we altijd bijkopen. Ja, dat is ook zo. Even brood gekocht en we zijn onderweg naar de auto, maar we komen hier ook een hele leuke bazaar, winkel, achter iets tegen. Gaan we nog even overheen lopen voordat we terug naar de auto lopen. Ja, ik denk een bazaar of iets. Ja, we noemen het gewoon een bazaar, maar het zijn heel veel kleine winkeltjes. Ja. Ja. Toch ook nog even naar die supermarkt hier tegenover geweest. Valt mij wel weer mee de boodschappen. Ja. Pindakaas, PA bier, nou dat moet je hebben natuurlijk, dat komt hier weg. Dus dat moeten we proberen. Het is vrijdag, pilsje erbij en wraps en wat lekkere dingen. Brood, dit brood is wel beter voor als we gaan wandelen of zo, dat blijft wel langer vers. Ja, gewoon om te bewaren ook. Ja, wat snee. Chippies, aardappels. Maar wat een leuke stad, hè? Ja, ik vond het heel leuk om erheen te lopen.
best groot. Best groot inderdaad, maar wel echt heel leuk om doorheen te lopen. Ja. Leuk centrum, mm-hmm. aardige mensen. Ze laten je gewoon voor, ja. Met de auto. Ja, dat is goed. Ja. Wij gaan nu even, we hebben al gelunst, dus we gaan even slaapplek zoeken. De stad uit. Ja. Even kijken wat er te vinden is, ik heb me niet echt verdiept. Ik heb ook nog niet gekeken naar de slaapplekjes in Kosovo eigenlijk. Nee, dus we gaan gewoon even de stad uitrijden. Ja. We rijden zoals ik gisteren ook al zei, richting het Nationaal Park. We reden vanmorgen langs, dat is bij die hoge berg. Ja, dat is wel een heel groot nationaal park. Dus die ja, kant willen we als heel eerste. Hoog ook, hè? Ja. Veel bergen. Dus gaan we weer echt de kloof in rijden. Ja. Die berg waar we vanmorgen afkwamen rijden, dat gaan we weer een beetje in. Ja. Eerst even opruimen en dan gaan we rijden. Ja. We staan in het Nationaal Park. We zijn iets verder doorgereden dan we eigenlijk zo'n plan waren. Het was vrij lastig om een plekje te vinden. Waar recht ook, hè? Ja, waar we recht stonden en waar we ook bereik hadden. Maar nu hebben we een plekje bij een hotel gevonden. Met bereik en wifi. Met wifi zelfs, ja. Normaal hebben we genoeg data, alleen bereik is hier gewoon minimaal. Super mooie kloof om erheen te rijden al. Alleen het barst net alweer helemaal los, dus het onweert al behoorlijk weer. En het is ook echt een stuk kouder dan in de stad. Ja, echt sowieso. Maar dat komt ook omdat het nu weer regent. Ja. Het begin toen we erin reden was het echt super mooi weer nu. En onweer. Mega hoge kloven joh. Dit echt een beetje gevoel van Albanië weer, van Valbonen. Ja. Alleen dan nog vele steilere kliffen. Super mooi om te zien. En hier gaan we morgen even kijken of we kunnen wandelen. En het gebied even kunnen verkennen. Want ja, in het Nationaal Park zijn er weer een heleboel pieken. Alleen loopt er één vallei doorheen. Dus ja, de wandelmogelijkheden zijn wel beperkt. Ja, in principe rij je gewoon een weg heen en een weg weer terug door het park heen. Ja, dus dat gaan we morgen even uitzoeken. Vooral nu ook even informatie op zoek over het hiken en zo. Ja, gaan we nu even uitzoeken. Dan zien we jullie morgen in ieder geval weer. Gaan we even hiken. Tot morgen. Doei doei. Doei, doei.